We zijn weg geweest met z'n allen en dan resulteert dat in dit. Ze is niet dood, kan ik je vertellen. Ze beweegt. En Kim, hoe gaat het nou? Ja. Het was een lange dag. Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op belletje. Je belletje leuk. Yay. Beste intro ever. Nou, ik ga zo nog even rijden. En ik ga zo naar huis toe. En slapen. Van alle suikers. Nou, zaterdag dus. En we zijn met z'n allen lekker weg geweest. We moesten even wat andere dingen doen. En nu gaat Kim Batman nog wel rijden. Maar onze paardjes hebben allemaal vrij. Die gaan in de molen. Lekker wandelen. Hier zijn de meisjes. Ga maar door. Goed zo. Lekker even wandelen. Tess heeft besloten dat ze vandaag op buitenrit wil in de uppie. Oké. En ik moet dan wel een soort van meelopen. Maar ik kan je vertellen, ik voel me behoorlijk nutteloos. Want ze lopen van alles met die pony. Maar ik ben er niet bij. Ja, ik zie er wel hoor. Maar als ik dat ga filmen, zien jullie er niet. Dus ik ga er zo even op de terugweg galopperen. Dan galoppeert ze hopelijk naar me toe. Ja, dat is zo hoor. Al galopperend. Van die hoefdingen om dit keer. Oké, nutteloos, zei ik toch al. Kijk, Bel begint wat last te krijgen van jeuk op de staart. Is nog niet heel erg. Nou, die heeft voor het eerst in haar leven volgens mij haar manenkam kapot geschuurd. Dus ik neem aan dat dat van de jeuk is. Kijk, dat is ze nog nooit gedaan. Dus ja, ziet er niet uit. En de staart, die hou ik bij, nu met anti-kriebelspul. Maar eigenlijk wil ik natuurlijk gewoon dat ze het zelf kan. Dus ze had de staart kort gevoerd, maar dat zie je nu niet zo erg meer. Kijk dan hier, kijk, die korte stukjes. Maar ja, ik hou het glad, dus dan zie je het niet zo erg. Maar de staart had ze dus ook kapot gescheurd. Nou, Henja die heeft het meeste last van zomereksteem. Op dit moment valt het nog mee. Maar hier is het al weggeschoren omdat ze anders te veel jeuk krijgt. En op de staart zie je begint de eerste, hier zit het ergste van alle drie. Het begint echt al kapot te schuren. Die heeft het dus ook het ergste van alle drie. Niet doen. Niet doen. Nu hebben wij van EcoStyle hebben we oerbalans gekregen. En volgens mij heeft ze er wel zin in zo te kijken. Ik heb het hele emmer meegenomen. Kijk, zo ziet hij eruit. Verona zegt, doe mij maar. Dus ik ga het even eruit halen. Zo. Ik heb een hele emmer van gehad. Ja, Verona vindt het een goed idee. Niet doen! Ik ga het buiten de stal zetten. Moment. We moeten ze natuurlijk even kijken. Daar. Ze is een paard. Nou ja, ze weegt minder dan 600 kilo. Ze weegt 450 kilo ongeveer. Dus ze moet ongeveer... Ja, verhoogde belasting of normale belasting? Nou, doe maar normaal. Dus ik denk 90 gram ongeveer hebben. Oh, zo, 90 gram. En de maatbeker tot het meetstreepje bevat 70 gram. Nou, dan gaan we de emmer openmaken. Dan zit er een bekertje in. En een groen streepje. En dan moet Verona een volle beker, want tot het streepje is die 70 gram. Dus ik doe voor Verona een hele beker. En we gaan de oerbalans dus proberen tegen de zomer. Eczeem, staartmanen-eczeem, geef het een naampje. Maar we gaan ermee aan de slag. Verona heeft er in ieder geval heel veel zin in. Zo, dus dan dit mag ze. Volgens mij vindt ze het lekker. Nou, hoeven we in ieder geval niet aan te vullen met iets. En ik ben heel benieuwd of het gaat werken. En daar is onze lieftallige Pella. Die moet wat minder. Maar we kunnen even kijken of zij het ook lust, tenminste, als haar baasje eraf gaat en haar dan in de stal zet. We kunnen kijken of zij het ook lust.
ponies en dan 400, dat is ze niet. Ze is tot 300, dus ze moet ongeveer 70 gram hebben. Tessa wil het zelf geven, dus daar gaan we. Nou ja, gooi het er maar doorheen, joh. Nou, Bel, lust je dat ook? Ja hoor, zegt Bel, dat eet ik ook wel op. Nou, en ja, kijk eens. Voer. Voer, ben je houdt van voer. Dus dan doen we dat. Erin. Ja, lust ook uw balans. Ja, lekker hè. Goed zo. Daar is Tessa. We zijn nu 36 minuten al bezig. En we zijn nu alleen maar de brug over. Vorige week waren we volgens mij na 28 minuten bij daar ergens. Maar daar is Tess. Ik denk dat Tess iets heeft. Ik ga wel mee. Wat dacht jij? Ik ga mee. Ja, ik zou daar gaan staan. Ik had al gegeten. Dus ik dacht, nou. Wat dacht je? Ik dacht, nou, dan ga ik gewoon zien. Dus ik kom ook naar je toe. Oh, oké. Okay. Zo, en Verona doet het nog steeds. Soort van. Ja, ze is best wel zenuwachtig. Want... ze vindt het inderdaad heel spannend. En er kwam hier net een auto langs en vond ze een klein beetje spannend. Maar ze deed best goed. Ze is ook heel verkeersmacht. Ja, dat is waar. Ze is alleen bang om eruit te gaan. Ja. Nou, Verona denkt nu, we gaan naar huis. En ze denkt, nou, dit eind kan ik heus wel draven of galopperen. En inmiddels heb ik 2 kilometer gelopen. De moeders die heeft 2 kilometer op Verona gestapt. Dus de keer is zij de bof komt en ik niet. De bof komt. En zij zit op de kont bij haar paard. Oh, ik moet hem geven. Nou, kijk. Wat dat is. Je ziet daar een middenhof. Want morgen gaat Jump Engels Luis beginnen. Yay! Dus ze zijn nu alles aan het klaarzetten. Daar ergens, ik weet niet of jullie het nu goed kunnen zien, maar daar zijn allemaal vlaggen en borden en tenten. Dat komt omdat morgen jumping gaat beginnen, zoals ik al zei. En ik hoop dat ik boven het riet uitkom, want ik ben niet heel groot. Nou ja, ik begin wel groot te worden, maar zo groot ben ik nou ook weer niet. Dus daar gaat jumping plaatsvinden. Nou, mijn moeders gaat weg zonder mij. Nou ja, vind ik niet heel erg. Want ze doet het echt super goed met Verona. Dus ik ga lekker te voet naar de manege toe. Nou ja, tot zo. Nou, hier zijn volgens mij de zetringen. Ik weet niet zeker, maar ik weet in ieder geval wel dat hier de zet wordt gegeven. Daar nog meer steentjes. Ik kan alvast gaan zitten. Daar hangen allemaal vlaggen. Dan, hier staat ook allemaal dingen, dus gaan we even naar boven toe. Daar staat al een hindernis. Dan gaan we even deze hele mooie trap klimmen. Dan zie je allemaal natuur. Dan zijn ze hier ook bezig. Hier heb je dan een mooi uitkijk. Die hebben we ook een tijdje geleden gefilmd. De jumping. Hier filmen de bar. En daar muntjes kopen. Hier kun je dan lekker zitten. Hier is ook nog iets. Hier kan je mooi kijken naar de ring. Daar ook. Maar dan kan je ook daar gaan staan. Dan gaan we weer naar beneden toe. Ik vind het wel jammer dat ik er een paar dagen niet bij ben. Want ik vind het echt heel leuk. We hebben een konijn. Het is geen hond meer, het is een konijn. Zo. Nou, Flappy's op ontdekkingstocht. Je is net ook door het beekje heen geweest. En nog een keer. Ik ging zelf naar alle vissen.
Hij vindt het wat hoor. En die andere ben ik inmiddels ook kwijt. King of the world. Queen dan. Ben je voorzichtig? Je moet nog naar Disney. Oh, daar is ook nog. Ja, ook je kind kan je hier gewoon loslaten. Ja, volgende, kom. Nee, doe. Kom. 1, 2, op. Oh, ze gaat nu zonder schoenen, jongens. Ja, goed zo. Heel goed. Ja, ze kan het. Niet te hard aan je handen hangen. Ja. Tadaa. Ja, weer je voeten ergens neerzetten. Goed zo. Zo wel je schoenen weer aan. Appie. Het is niet handig wat je doet. Ja, ja, steentjes. Oké. Spotjes, not really. Nee, je moet wel springen. Juist. Daar overheen moet je springen. Ja, bijna. Laatste. Wauw. Laat maar zien. Nee, dat is niet de bedoeling. Alleen je armen. Alleen je armen. Dit speelt vals. Kom, heb jij armspieren? Laat zien. Laat zien. Je kan het. Alleen op je armen. Nee, niet op je benen. Ze is heel lenig, maar armspiertje zomaar. Kippenkracht. Kom maar. Kom. Ben je dan? Alice, kom. Kom op. Alice is moe, jongens.